Jos, ik heb het zo nog graag dat je met Kevin achter de lijn blijft. Dat gaan niet dit soort dingen doen. Mag ik een spinnetje, dat is oefening. En nou, hier zit helaas geen matten, maar normaal gesproken zie je matten met een beetje de afstand inschatten. Dus dan leg je handen naast je lichaam en dan groet je een Josje. Been dat het verste af zit, mijn linkerbeen, dat is zijn linkerbeen, die draait. En je slaat aan. En dan groet 1, 2, dit gaat lang, 3. En je komt weer omhoog. Nu draai je terug. Op dezelfde manier. 1, 2. Dan ga je. Nu ging dit ongelijk, dat heeft iedereen kunnen zien. Met z'n twee vaak traint, zorg dat je goed ceremonie synchroon wordt. Ja. Ook qua tellen en al dat soort dingen. Wordt allemaal opgelet. Ik heb het ook niet bedacht. Maar ik kan het gaan. Als wij er echt voor de wedstrijd trainen, want ik heb er ook met men nog gehad, toen ik mij deed, wij tellen. Dus echt niet nadenken. 1, 2, 3. Ben je dat? 1, 2, 3. Dat is iets wat je met z'n tweeën af moet zetten. Dan moet je. Je kan niet steeds kijken. Dat moet je gewoon voor jezelf. Inplannen. Het is meer een gevoel dan dat je dan steeds kijkt naar rechts. Nou, dan heb je gegroeid. Dan gaat het uiteraard zakken. Dan is het weer 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ja, en dan begin je. Dus ja, nou ging je dat synchroon omdat die tel bleef. Dat moet je zelf aanbieden, ik ga tellen. Als je dat gedaan hebt, stap je allebei 1 meter naar voren. 90 centimeter. Dit is geen. Ik zie dat heel vaak. Dan stappen ze naar voren en maken ze een stap. Nee, het is echt 90 meter. 100 meter, 100 centimeter, dat hangt een beetje af. Hier zijn de matten 100 breed. In Japan zijn ze 90. Je stapt allebei naar voren. Nou, dan heb je weer een hele discussie. Doe je dat zo? Of doe je dat zo? Nou, daar heb ik ook heel veel vragen over gehoord. Je stapt gewoon heel natuurlijk. Je stapt echt met contact met de grond. Het is echt één. Dus ga niet overdreven omdat iemand het ooit verteld heeft. Of dit doen. Ik zou hem zo niet doen. Nee, ik chasseer een beetje, maar die discussie heb ik gehad. Gewoon een natuurlijke stap. 1. Contact met de grond. 1, 2. Oeken begint altijd. Het mooiste is als hij direct volgt. Dus je groot zou eigenlijk nog het mooiste wezen. Maar maak Tori neemt het eerst. Maar als ik hier stap en dan hij, dat is niet goed. En dan ga je allebei zakken. Links. Open. Eén lijn, voelt iets, niet dit, bijna haaks. Hoog hierop. Op het moment dat we zijn gezakt, dus laten we even gaan staan, dan is de discussie dat we bewegen. Kijk, dus we gaan zak, 1, 2, 1 stap. En dan is één stap, hoe groot is die stap? Dat is helemaal af. Afhankelijk van hoe groot hij is. Want hij moet met één draai van zijn hand hier komen. Dus in dit geval zal hij eigenlijk iets groter moeten zijn. Maar dat moet je ook even. Dus hij gaat nu liggen. Je gaat het zien dat je niet gaat. Ja, je kan een beetje chasseren. Maar je moet zo hard komen. Je hebt het over de ceremonie, hè? Ja. Maar dat doet me graag te zien. De groet. Ik heb de groet al gedaan. Je staat, nog een keer, 1. Je voet eerst naar Joski. 1, 2, dit. Dan ga je terug. Dan ga je zakken, dat hebben we net gedaan. Zakken. Dit. Allemaal 3 seconden. Staan. Hij doet zijn groom, hè. En je stapt naar voren. En je zakt. Ja? We hebben het toch gedaan of niet? Ja. Zullen we het oefenen? Oh. Ja. Zoveel mogelijk naast je knieën neer te zetten. Dan sta je op.
Je doet het onbewust. Onbewust zie je dus echt dit. Dan staan ze er iets voor in en dan staan ze weer een stukje voorbij. Dan zeg mij de lijn. Probeer echt, als je gegroeid hebt, 1, 2, je voet naast je knie neer te zetten. En gelijk te staan. Dus dat je allemaal in je rug recht te houden. Dus als ik een groen en dan neem ik even een punt voor, van pak bij 2 meter. Ik ben hier recht. Adem gewoon ontspannen op je lichaam en dan gaan we zelf naar de voorkant van je been en die eindigen ergens boven je knie. Dus als ik zou staan, dan ging het recht zijn. Dan is het, dit is recht. Dit is dus niet recht. Dit is recht. Je haalt het. 1, 2. Nog iets. Bij het groeten op de grond. Ik heb net al een opmerking die mensen gemaakt. Gaat ook vanzelf. Ik kan niks aan doen, maar let er wel op. Als je groet, ga je knie. Dit heb die billen van de groep. Wees niet toe geneigd, maar het blijft zo laag als het kan. Iedereen heeft daar zijn mogelijkheden en onmogelijkheden in. Maar dit is de tegen, ook niet zo. Gewoon zo, rechtop. Groeten. Veel mogelijk. Billen. Op de hand. Nee, die plaats van die. Ik zit nog steeds zo en ik ga staan. 1, 2. Ik sta in. Niet zo, onder je schouders. Nu ben je heel erg geneigd om met de rechts te beginnen, maar je begint altijd met links. Dus wat je doet is draaien en je kijkt ongeveer 2,70 meter van hem af. En je begint met links. 1, 2, 3. En je draait ongeveer op de bandhoogte. Ga niet dit doen, dat zie ik ook wel eens. En dan gaan ze eigenlijk in een soort boogje. Dan moet je bij teamen moet je dat wel doen, maar je loopt weg. Bij deze bewegingen, totdat je de houdgreep doet, kijk je recht vooruit. Dus je staat. Je loopt 1, 2, 3. En je draait. Kijk recht vooruit. Je zakt. Je opent. Kijk recht vooruit. Je sluit je voeten en je maakt 2 stapjes. 1, 2. Open. Nu begint de techniek. En nu kijk je naar hoeken. En nu ga je weer een stapje dichterbij. Maar dat is geen formeel stapje in de zin van. Nee. Hier, 1. Je kijkt en je gaat heel rustig naar voren. Je pakt de hand. Alle techniek. Zo, op 1 na. Dus de 2 die doe je zo. Rechterhand, andere boven. Vast. 1. Onder je arm door. Onder zijn arm door. Op de knie. En je zit. Ga niet dit doen. Op dit. Open. Deze hand heeft u heel soepel vast. Deze los. Nu geef ik het teken dat de techniek kan beginnen. Dat doet niet zo, maar dat doet die kant. 1. Mijn eerste bevrijding is te proberen hem een armtrum te geven. En misschien is het toch het beste dat jullie even daar komen staan. Even daar dus. Sorry, maar toch. Je zit tegen de mooie rug van Lita aan te kijken. Oké. Mijn eerste probeersel je te bevrijden. Is dat ik maak EBI en tegelijkertijd gaat mijn hand op de elleboog en deze gaat hier naartoe om te proberen een armklem te maken. Daarop zal Wiet moeten reageren. Dus ik probeer dit te maken. Hij reageert. Mijn tweede actie is te proberen met mijn rechterbeen onder hem te komen om hem uiteindelijk te pakken. Hij zal moeten reageren. Ja, dat lukt dus niet. Ik ga terug naar mijn blokkeer. En mijn laatste techniek is voet in een bad, zeg maar een domme krachtwerk, dat hij die kant op moet. Dat is mijn laatste mogelijkheid misschien nog om eruit te komen. En ja, die kant op. En hij reageert daarop. Die 3 bevrijdingstechnieken van mij, die zijn voorgeschreven. Ja. Wat Piet doet om te reageren, dat is situationeel bepaald. Dus mag ik hij reageert daarop. Wat belangrijk is bij de rol van Tony, als ik dit doe,
Nu bevrijdig je bevrijdig altijd drie keer. Probeer drie keer de poging. Als ik hem vast heb. Ik kan iedereen begrijpen natuurlijk wat als ik dit doe, kijk. Probeer nu maar eens die techniek te doen. Dat wordt iets lastig. Dat wordt lastig. En het tegenhouden met kracht doen we eens die techniek. Ik ga hem gewoon zo tegenhouden. Ja, dat is natuurlijk ook geen techniek. Daarom zeg ik, je gaat mee met de beweging. Ik lig. Eén. Hij doet even heel langzaam. Hij pakt ze. En wat ik doe. Ik ga mee met de beweging. En ik probeer visueel je been te strekken. Want dat is wat mooier als dat je dit doet. Strek, kijk, nu probeert hij die knie erom te gooien. En ik ga mee met zijn beweging. Hij wil het overheen trekken. Ik ga mee met zijn beweging. Hij tikt af. Ik ga terug en ik draai hem helemaal terug. Naar zijn beginsituatie. En zo, ja. Terug naar de beginsituatie. En ik ga heel informeel terug naar deze positie. En nu kijk ik weer recht vooruit. Vraag tot zover. Heel relaxed naar voren. Niet. En probeer ze altijd zoveel mogelijk contact met de mat te houden. Dit is de enige keer dat je hem andersom doet. 1. Over zijn hoofd. Schuit. Aanduwen. Knie tegen zijn heup. Onderdoor. Vast. Beenstrekken. Ja, iedereen begrijpt dat als ik dit doe, dat hij geen enkele kans heeft. Juist bij deze techniek moet je ook alle ruimte geven om te kunnen bewegen. Want als je hem vast hebt, kan hij helemaal niks. Het ziet er niet uit als je hem ziet spannen. Dus vast. En ik heb hem heel, je ziet dat ik heb hem heel relaxed. Oké, hij heeft het seintje gegeven dat ik mag, zal ik maar zeggen. Dan schrijf je dit. Heel kort, ik ga iets bij hem vandaan. Ik maak van mijn hand een vuist. Die hand gaat er overheen. Ik probeer hem met twee stoten van me af te krijgen om te kunnen bevrijden. En met de ruimte, dan zou ik eventueel kunnen draaien. Maar dat is mijn eerste aanval. Zullen we meteen door naar de tweede en de derde aanval? Ja, mijn reactie, dat mag je zelf bepalen. Maar mijn reactie is dat ik nu maar even dus, 1, 2... Okay. Op dat moment, als hij klaar is met zijn controle, zeg maar weer, van deze techniek, probeer ik weer onder hem te kruipen met mijn benen. Om uiteindelijk, laat het eens toe, niet laat het eens toe, om uiteindelijk toe dit te krijgen. Ja. Maar goed, dat probeer ik dus. En dan wil ik nog even aanvullen, want het is blijkbaar zo, als ik dit doe, ja, dan is het logisch dat hij nooit die benen dus krijgt. Dus ik doe eigenlijk al een beetje, met dat hij komt. Ik zorg dat er een beetje ruimte is, zodat hij de ruimte heeft om te bewegen. Als ik dit doe, wordt het voor hem heel moeilijk bewegen. Dus ik geef hem een beetje de ruimte. Dan probeert hij 1 en ik ga weer terug naar deze positie. Okay. Op dat moment probeer ik bij hem vandaan te lopen en ik probeer mijn benen over mijn linker schouder te krijgen. Hoe meer ik afdruk, hoe moeilijker wordt het. Dus ik geef hem de ruimte. En wat ik doe, ik hou deze benen op de grond en ik ga hier naartoe. 1. Als dit dus niet lukt en ik kom terug, dan tik ik dan. Ik breng hem weer heel netjes. Duw een beetje, hoe ik hem wil hebben, dan zeg ik een beetje hier naartoe. Ik ga weer helemaal terug naar de beginpositie. En ik ga hier. Je ziet ook wat ik probeer, en dat is niet een mijn. Maar je ziet heel vaak dat mensen dit doen. Wat ik probeer. Op het moment dat ik hem heb, 1, contact te houden met de grond. Contact te houden met de grond. Contact te houden met de grond. En niet, ja, dat moet je zelf weten, maar ik vind het mooier als je zoveel mogelijk contact houdt met de grond. Op het moment dat ik dit doe, en ik ga hier naartoe, dan zak bij alle technieken, je zak omdat je je lak. Probeer als Tony elke beweging die je doet zo kort mogelijk te houden. Als ik van deze positie naar deze ga, ga dan niet zoveel mogelijk. Nee, probeer dat compact te doen. 1. Compact. 2.
Ja? Dus probeer zo weinig mogelijk te bewegen. Elke beweging moet effectief zijn. Want anders komt het heel erg onrustig over. Laatste bevrijding. Als je dus over je linker schouder gaat draaien, dan is voorgeschreven dat je ook nog even dit gebruikt. Onmoed van je kom. Kleine Oké, we gaan naar de derde. Neergelegd, ik ben terug, ik sta weer recht. En nu komt het, wat ik het heel moeilijkste vind, is een terugval. Het is een bedoeling dat je vooral ook met je knie contact houdt met de grond. Ik ben heel eerlijk, ik vind het heel moeilijk, dus je zal zien dat ik altijd toch wat afzet en toch ietsje van de grond kom. Ik heb heel veel DVD's gezien, maar ook die, de pannes, die kunnen dat niet zo mooi. Maar het vooruitgaan is één, en hou contact met de grond. Dat lukt mij naar voren, als ik naar achteren moet, wordt dat moeilijk. In ieder geval, je gaat weer twee terug. Eén, rechts vooruit kijken, openen. Je gaat weer staan. Je draait weer. Je loopt weer, je kijkt weer rechts vooruit. Ongeveer 2,70 meter. Je blijft rechts vooruit kijken. Je zakt. Je blijft recht vooruit kijken. 1. En je komt de 2 stappen naar voren. Open. Nu begint het echt. 1. Laag. Je ziet op dat ze nog een klein stapje dit doen. Maar dat doet geen definitieve uitgang op. Ik ga verder naar de grond. Ik ga ietsje dichterbij. Ik ga onder de arm door. Ik pak vast. Nou zijn er 2 variaties die je ziet. Je ziet 1, 2, en je hebt een variatie dat je dit doet in 1 keer. Ik doe het in 2. Je kan dat. En dat is het doel. Je ziet mensen die ook al niet horen. Die doen het doe maar in 2. Maar ik zeg het even, dat je zegt, hey, wereldkampioen, die doet het in 1 keer. Maar ik heb die score ook niet gezien. Gaan we zo met deze ook in 2? In 2. Links. En dan heb je dus wat jij net ook zei al, dan komt dus je voet op de kreeg. Ja. Je slaat 1, onder zijn arm door, duim in de band, links, rechts en ik trek aan. Oké. Mijn eerste aanval is een schijnbeweging naar rechts, met de bedoeling, omdat het een schijnbeweging is, dat ik de andere kant op ga. 1, wiggel op. Hij strekt op dat moment zijn been. Dit lukt dus niet meer. Dus hij heeft ook geen zin meer in dezelfde richting in te gaan. Nu gaat dit los en mijn linkerhand wil verdwijnen onder zijn rechter oksel. Om uiteindelijk op mijn buik te draaien. Dat is wat ik wil. Hij moet reageren. Oké, hij reageert. Nou, nu ligt hij op deze manier. Nu is mijn aanval om hier uit te komen. Is te proberen mijn handen te verplaatsen, op die schouders te drukken en mij van hem vandaan te duwen. Eventueel nog met de knieën erbij en eventueel nog als hij zo ligt, misschien nog wel hier naartoe te komen en misschien wel een rug te maken of zo. Weet je, dat kan allemaal. Even terug. Dus ik wil in deze situatie en ik wil mij van hem afduwen. Dit. Wat ik doe is dit moet in mijn steunpunt. Dus dit wil ik doen. En ik wil eventueel dit er nog tussen krijgen ook. Ja, dat lukt allemaal niet. En dan gooit hij zijn benen omhoog. Dat lukt niet. Hij dat trekt maar. Dat is zijn manier van verdedigen. Ik dat. En ik neem er weer 1. Kijk. Kijk een beetje in die lijn daar zo. Mag ik ook zie een lijn hoor, dan wordt het wat makkelijker. Terug naar de beginpositie. En je gaat weer heel informeel terug naar deze positie. Dan maak je die maar eens. Je mag toch ook bij die laatste eindigen met 2 benen hoog? En dat je dus je hoofd in zo'n borst doet en dat mag. Dat je dan 2 benen hoog. Ja, dus nogmaals, de keuze is heel moeilijk. Als er maar wel een logisch gevolg is. Ja, dat past ook precies bij de instructie. Oké, dus vast
En wat zullen we gaan doen? Ik kom maar ook als je daar goed naar kijkt, zie je twee variaties. Maar dit kan. Ja. Kom aan, ik ga op twee knieën. En de main point. Ik schuif hier om de hoek. Ik zeg links, rechts. En ik zeg ik. Rechts pakken, links pakken, ik pak die eerst rechts en ik doe het gewoon in één keer. Dus het is duidelijk recht opmerken. Het is langs de grond in de bak, allebei tegelijk. Als ik dit doe, eerst die en dan die is het fout. Allebei tegelijk. Dat seintje is niet die kant op. Is die kant op, want dat is ook het logische, want hij wil met die kant op te draaien. Had jij nog iets aan zeggen? Als ik hem zo heb en hij wil die hand tussen mijn hals doorsturen. Ja, en ik hou die, ja, daar ziet het er niet uit. Je geeft hem eigenlijk de gelegenheid om het te doen. Want een logische gevolg is dat ik dit ga doen. Dus ja, dat is het moeilijkste van deze kaarten. De juiste spanning tussen oefen en door. Veel trainen. Veel trainen. De juiste spanning. Oké, okay, we gaan naar de nummer. Nou, ik tijdverlies. Je gaat weer twee naar achteren. Je loopt weer hier naartoe. Kijk recht vooruit. Twee stappen naar voren. En we gaan naar Jokoship gaan. De vier. Je zit hier. Eén. Dan kom je weer, wat ik noem heel onformeel, maar ik bedoel eigenlijk heel natuurlijk naar voren. Eén. Pak weer die hand. Zo hè. Alles zo. Alleen bij die katana zo. Eén. Je legt hem neer. Hier naartoe. Naar voren. Hand. Hierin, duim erin. Ja, ik moet af en toe ook denken, maar het is duim erin. Dan kijk ik even in. Ik ken een beetje. Ik ga op mijn tweede knie. Ik ga, blijf contact houden. Ik ga over de grond. Duim erin. Vast. Onderdoor. Hij komt rustig met zijn hoofd omhoog. Ik pak hem zo hoog mogelijk. En nu zit ik aan en ik kijk weer naar links. En ik gooi nu mijn tenen in de grond. En ik doe dit. Even wachten. Iedereen begrijpt wel. Kijk, ik doe dat heel mooi zo. Dat staat niet voorgeschreven. Maar als jij dit doet, komt het heel onrustig over. Dit is niet verplicht. Maar ik doe echt een beetje neer. Ik blijf contact houden hiermee. 1, 2. Ik blijf contact houden. Pak die band. Ik blijf contact. Ik vind dit geen gezicht. Nee, maar ik vind ook geen video. Je moet economisch handelen. Ja, dus en waarom is dat eigenlijk door. Dat je hand er langs houdt, hou je ook de controle. Kijk, als je dit doet, dan ben je eigenlijk de controle kwijt. Ja. Ja. Het is nergens voorgeschreven, ik tip dit je nog even. Eén, hier, onderdoor. Hij mag met zijn hoofd omhoog. En ik zet aan, door dit. En ik ga meteen met mijn tenen in de grond, of mijn vrede grond. Ga je gaan. Op dat moment breng ik mijn hand bij zijn nek. En deze hand, mijn rechterhand. Ergens tussen zijn band en zijn oksel. Zelf vind ik dit lekker. Ik wil hem wegduwen om die zak kakker te maken natuurlijk. Oké, okay. Dus daar moet hij op gaan. Dit probeer ik te doen om die zak kakker. Hij reageert. Ik duw mijn hoofd naar de grond. Ik wil dit doen, ik wil er overheen komen. Dat lukt me niet. Ik duw mijn hoofd naar de grond. Oké, okay. Ik draai om, ik maak Ebi en ik probeer weer. Linkerbeen ertussen te krijgen. Dat lukt ook. En als laatste heb je weer die hand ondertussen in toe gaan om zeg maar, hem weer te bruggen die kant op. Over deze laatste wil ik iets zeggen. Ik ga hem nu fout doen. Ik heb hem er zo. En dan pakt hij hem. Kijk, nou gewoon hij eroverheen. Hoe komt dat? Ik heb het ook moeten leren, maar op het moment dat je met je hoofd dit gaat doen, ga je rollen. Hoe dichter je bij gaat, hoe makkelijker je rolt. Laat me nog eens zien wat je precies doet. Ja. Ik heb hem op een gegeven moment zo. Doe hem even langzaam dan. Ja. Ik heb hem zo. En nu ga ik mijn bolle kant op mijn hoofd zitten. En echt, je ziet het wel gebeuren. Doe dit, kijk. Waar ga je? Wat ik doe, ik ga verder van hem af en ik gebruik mijn platte kant.
goed is, heb ik hem zo. Ik moet even langzaam hoor. Ik heb hem zo. Eén. En ik ga recht naar voren. Kijk, en nu krijgt hij me er niet overheen. Ik ga terug. Ik leg hem weer in de positie. Ik ben terug in mijn beginpositie. En ik ga heel relaxed natuurlijk. En naar deze staartjes houden. Oké? Vragen? Ja, jullie willen me recht overheen tillen. Maar als je hem wat meer over de hoofd beweegt, is de bevrijding, zeg maar de ontsnapping, veel makkelijker. Dan heb je de helft van de kracht nodig. Laat me even zien. Neer, je begeleidt hem en je duim is aan de buitenkant. Ik heb net even zitten praten en dan doe ik dit. Maar het is dit. Ja? Ja, goed hoor. Yeah. Oké, okay? Nou, dan krijg je weer, ik ben in deze positie terug. Dan krijg je Kutsuru Kamishita. Heel formeel, twee stapjes terug lopen. Begin altijd even draaien, linkervoet, twee stapjes dichterbij. En jullie bij deze positie. En deze is de moeilijkste, vooral voor hem. En nu ga je niet in de knie, je gaat een klein beetje opzij. Het mogen ook twee stapjes. Ik heb van die uitgezien, alleen er even stapje bij. Weer hetzelfde pak, één. Hier onderdoor, kraag pakken. Naar de knie, onderdoor, vast. En dan gaan we weer laag 1. Oké. Okay. Wat ik doe, ik maak Ebi op mijn rechterzij. Ik leg mijn hand bij zijn keel. En ik probeer mijn rechterarm richting zijn kruis te krijgen. Alles met de bedoeling om op een zij, om mijn buik te draaien, sorry. Dus, maar Ebi, probeer hier naartoe te gaan. Hij reageert. Ik ben hem kwijt. Nu probeer ik met diezelfde hand voorlangs te gaan om alsnog om mijn buik te gaan. Maar ik gebruik daarbij, in dit geval, ook nog eens mijn rechterknie. Die gebruik ik in die hele eerste serie bijna niet, maar nu wel. Dus probeer ik ook nog eens weg te duwen. Dat lukt me ook niet. En als laatste verhaal krijgen we weer zo ver mogelijk pakken. En die brug maken. En hij stut. Dat lukt me niet. Je linkerknie moet. Pardon? Hij doet zijn linkerknie. Ja, hij doet ook zijn linkerknie, maar hij noemt het niet. Maar het is zijn linkerknie. Nee, helemaal waar. Dat is de, en daarom is dat ook de uitzondering op normaal. Die? Nee, oké. Okay. Nee, heel goed. Maar hij nog deed zijn linkerknie. Nog een keer. Oké, ook deze. Want dit is lastig. Tony mag zelf bepalen wat hij reageert. Kom maar. Mag een kleine correctie maken. Vast. Onderdoor. Pak hem hier onderdoor. Ga op twee knieën. Ga over de grond, duim erin, 1, ik zeg bam, 1. Nu proberen, hier voorlangs in een weg te duwen, dat gaat niet. Vastpakken. En je merkt al dat de ene oefening, de ene uitvoering, is de andere uitvoering nooit helemaal. En die gaat weer terug. Je ziet het, als je praat gaat het soms altijd fout, maar... Dit is de bedoeling. Heel lastig. Hij ligt. Dat moment. Ik ben op mijn. Ik ben hier, hè. Dus ik ben terug bij die strakke houding. Ik ga 2 naar achter. 1, 2. En ik sta. Hij gaat dan ondertussen, terwijl ik dat doe, terug naar deze houding. Oh ja, je bedoelt. Afsluiten. Ja, let even op. Ik ga zitten, dan zet ik mijn handen in. Dus ga niet overwijlen, weet je dat zit je handen in zitten. Maar je komt omhoog, zet je handen in. Ik draai het om. Dat is ook nog een beetje bij de kleding. Kleding in orde. Nu gaat hij weer liggen. Die besteedt niet te veel tijd aan. Hij gaat weer rustig liggen. Ik ga weer staan. 1, 2, ik draai eerst weer de richting. Ik begin met lukken. 1, 2, strak. Totdat je hier bent. En nu ga je weer heel natuurlijk in. Je sluit aan. Vast. Neerleg in 1 lijn. Niet hier. Duwen. Hij houdt het ook onder controle. Het is niet zomaar even iets fluttelijks neerleggen. Nee, hij legt hem neer en hij controleert het ook goed.
Ik doe één techniek en daarna doe ik die andere drie achter elkaar. Dan krijg ik die shit op. Dat zijn er vier niet. Ja. Leer ik deze. Ik sluit aan. Ik laat heel duidelijk zien dat ik hem erin steek. Duim omhoog. Ik ga naar deze hand. Ik hier toe. Ik ga op mijn knieën. Ik ga met mijn duim over de grond. Ik steek mijn duim erin. Nu zet ik aan, op het moment dat ik aanzet, dan ik hier af. Even. Hij wil dit doen. Ik verdedig door de handen bij de elleboog te doen. Maar dat niet alleen. Ik wil in feite dit naar elkaar drukken, want dat lost die wurging op. Zolang hij dit toch kan doen, niet lekker. Dus ik doe niet alleen die handen, die handpalmen tegen zijn elleboog aan. Nee, maar ik druk het ook naar elkaar toe om van die wurging af te zetten. Wat ik doe. Ja? Ik trek hem niet eerst helemaal omhoog en dan ga ik naar voren. Ik zet hem aan. Ik laat heel duidelijk zien ik hem aanzet en ik val naar voren. Ik brug en ik wil dus de techniek maken wat ik net uitleg. Ja, dus op het moment dat hij verdedigt, zeg ik iets aan en ik val met mijn hoofd naar voren. Blijf dit afklemmen met mijn voet. Ik ben in deze positie terechtgekomen. 1, ik zet aan. 1, hij wil verdedigen. Hij tikt af. En ik duw hem zo terug. Ga niet. Nee, terug duwen. Heel natuurlijk, netjes, mag best een beetje steunen. Oké, okay, deze is makkelijk. Doe. Ik ben twee stappen naar achteren en ik zie een heleboel die proberen dat ook te vermijden. Train deze bewegingen zoveel mogelijk thuis. Dat scheelt je echt in je toernooi. Je verzuurt. Ik ben terug en ik ga heel netjes weer staan. En ik draai op het moment dat ik begin te lopen, haal je weg. Bandhoog. Heel statisch, tot hier. 1, gaat naar voren toe. Laatste keer, hetzelfde. Neerleggen, onder je oksels door. Kruislinks verschuiven. Duim, niet dit. Duim, van hem af. Aansluiten. Heel duidelijk laten zien dat je hem erin steekt. Arm, daar naartoe duwen. Overheen. Heel duidelijk laten zien dat je hem erin steekt. 1. En ik ga hem inzetten. Nu is het allebei de finish erin. Net was het andersom. Gejakkel, geloof ik. En nu is het allebei erin. Nu krijgen we de discussie. Hij gaat mij omwerpen. Maar de vraag is, laat ik me omwerpen of trek ik hem om? Nee, het is eigenlijk heel natuurlijk. Het is bijna gelijktijdig. Ja, dus gaan. Ja, de een zegt je wordt omgeduwd en de ander zegt onvertorning valt. Het is gewoon bijna gestorie. Ja, eigenlijk, ik vind het logisch dat hij de beweging doet en dat je dan volgt. Maar voordat ik die vraag krijg, doe het gewoon heel natuurlijk. Je hebt hem allebei. Ik zet weer aan. En ik zit aan. Hij. Nu zit ik niet precies hier, maar ik zit een beetje hier. En ik wil hem draaien. Omdraaien. Ja, en nou kom je op het verhaal van Wiet. Kijk, omdat ik die actie maak en ik wil hem draaien, gaat hij ook niet die kant op. Nee, gaat die kant op. Blijf op je zij liggen. Ik blijf op mijn zij, ik ga niet naar mijn rug. En nu krijg je weer een discussie, moet je dit doen of moet je dat doen? Dat is geen. Ik doe hem zo, wil jij hem andersom doen? Prima. Als je maar inkleedt. En op dat moment maak je een hele duidelijke. Dit moet, niet, ga niet dit doen. Nee, hij werpt mij om. 1, pang. En nu krijgen we weer, we gaan met z'n tweeën
terug, hand erop, terugduwen. Heel gewoon normaal. Vast. 1. Onderdoor. Schuiven. Aansluiten. Heel duidelijk weer insteken. Hand duwen. Op twee knieën. Die gaat weer hier tegenaan. Heel duidelijk laten zien dat je hem erin duwt. 1. Aanzetten. Laat dus actie, reactie duidelijk zien. Niet dat hij al daar gaat liggen als ik nog niks gedaan heb. Nee, dat is een discussie. Beetje een circus, dat moet je niet doen. Nee, laat het zien dat het gewoon gebeurt. En niet ik eerst vallen en dan volgt hij of andersom. Eén beweging. Dat zit jou aan. Uiteindelijk van 2 naar 3. Ja, weer hetzelfde, om 2 terug. En nou, je gaat weer heel zacht zien. En nu krijgen we 3 armklemmen, waarbij. Kom je 2 dichterbij. Eerste. Ik ga weer dichterbij. Dat doen we weer heel langzaam. We leggen weer die arm onder de oksels door. Dus probeer dat strak te doen, ga dat niet. Dit doen. Brengen. 1. Je controleert hem ook. Controleer hem. Ik kom terug. En nu kom ik eerst omhoog. Kijk naar Josiki. En dan ga ik omlaag. Ik pak hem. Ik probeer hem uit de lijn. Ik haal hem uit de lijn. Dus ik ga hem niet hier al in zitten in 1 keer. Ik haal hem uit de lijn. Dan haal hem uit zijn kracht. Ik breng hem naar de grond. En vanuit deze positie, heel voorzichtig, ga ik hem aanzetten. En hoe doe ik dat? Door 1 beweging dit te doen. Zijn verdediging is op de brug. Ja. Ik zie variaties dat ze hem in 1 keer zo doen. En hoog houden? Nee. Ik heb heel veel de filmpjes gekeken. Dus schuiven langs de grond. 1. Ik kijk. 1. Hij probeert hier naartoe te gaan. Nee, ik ga hier niet. Nou, kijk. Sorry. Nee, goed. Hij is hoeken. 1. 2. Naar de grond. 3. Probeer nog weg te draaien. Probeer nog wat. Gaat niet lukken. Ik doe deze heel voorzichtig bij me. Want dit is echt een rot ding. Ja. Als wij naar de wedstrijd trainen, dan wordt het natuurlijk allemaal wat warmer. Spieren zijn gewoon stijf, dus ik moet heel voorzichtig. De bedoeling is dus eigenlijk dat je vastpakt, hier naartoe brengt en dat je eigenlijk dit doet. In 1 keer. Je zet hem aan. Gewoon binnen. Ligt niet aan de man. Dan zet hem aan. Dus dat doe ik. De Udakarami komt niet voorbij de schouderlijn. Dus die arm ligt niet hier van hem. Dus het ligt hier. Je gaat er niet voorbij. De 2. Udakarami. Je gaat weer terug. Je komt, dus je gaat ook weer naar deze statische houding. Nu kijk je omhoog, dus je pakt je hand niet. Ik wil deze verder pakken. Ja, dit is wat je wil doen. Oké. Dus. Kijk, 1. Komt ie. 1. Hier. Niet eroverheen stappen, ik zie het. Heel veel variaties, daar heb ik ook echt naar gekeken, dat je om het hoofd heen gaat. Contact met de grond, aantrekken, knieën naar elkaar. Hij zit dan. Hij loopt heel rustig terug. En er zijn mensen die kunnen het zonder hand. Maar ik zet 1 hand neer. Ik ga terug. Ik ook. Ik kan ook gaan. Ik heb het toen met Menno gedaan, nou Menno komt in één keer omhoog, maar dat is ook even training. Maar lukt het. Precies. Samenwerken. Ja, maar dat. Leeftijd. Dat werkt heel goed bij de leeftijd. Nee, maar samen. Ja, probeer het. Lukt het niet? Ga niet. He, als je deze hebt en hij ligt terug, zie je ook eens dat je dit ziet doen. Probeer de beweging zo kort mogelijk. Ik doe letterlijk. Ik heb hem naar hier zo gegeven, dus even naar deze positie. Ik leg het niet zo. Ik heb afgetikt, we zijn terug. Ik zet mijn hand neer. Ik denk die naar toe. En ik ga hieronder door. En ik leg hem. Zo doe ik, als ik het erin doe. Zie ik Oeken ben in met Menno. Menno krijg ik omhoog. Punt. Ik krijg punt.
Oké, de laatste. Hoe de hitjes hier? Hoe de katten. Hoe de katten. Oh, goed. Oh, of deze hand leg ik nu wel weg. Heen. Neer. Aansluiten. Omhoog. Ik wil hem wegdoen. Het eerste wat ik doe is vastzetten. Rechts, links. Aansluiten. Geen stapje naar achter. Ook een heel link dingetje, kijk uit. Kom even naar deze statische houding. Dichterbij. Hand. Neerweg. 1. Aansluiten. Omhoog. Mee. Rechts, links. Vast. Terug. Hij zit nog steeds daar zo. Ik maak twee stappen. 1, 2, we open. Nu komen we allebei. Pak hem maar vast. 1. Ik slaat hem in. Vast. Op z'n liefst. Ik val opzij. Hij blijft op 2 knieën, hij gaat niet liggen. Zijn logische gevolg is dat hij weg wil. 1, 2, en hij tikt af. Nog een keer. Vast. Sorry, nee, daar ben ik. We zijn een stukje van elkaar, ik kom een stukje naar elkaar toe. Juist, precies. Vast. Inslaat. Op de lies, ik val niet naar achter, ik val opzij. Wat ik doe, ik wil weg. Op het moment dat ik wegdraai, is eigenlijk voor hem juist de hele goede beweging voor hem, niet voor mij. Maar ik wil weg, ik trek dit aan. Weet je, ik zet hem bijna in een soort EBI-beweging, waardoor hij nog beter deze armklem kan maken. Ik trek ze aan. Maar ik wil de arm terug hebben. Nou, wat ik doe is voet hierop. Ik maak een klein beetje, ik gooi mijn buik naar voren en ik zet hem aan. Ik druk mijn vinger naar beneden. En ik voel hem op mijn elleboog, uiteraard. Is dit duidelijk wat ik doe? Voet erop. Ik doe dit 1. Voet erop en ik doe eigenlijk dit. Ik druk hem een beetje vast. Hij blijft op je knie. Voet op je knie. Trek je arm op de kant. Ik zet hem aan. Ik druk een beetje met mijn knie op de schouder. Ja, maar ik weet niet om weg te trekken. Ja, ik wil hem wegtrekken, maar ik bedoel dus eigenlijk, ik trek mijn arm strak. Dat wil hij eigenlijk wel. Dus geef het jezelf? Ik? Ja, ik doe eigenlijk goed. Ja. Ja. Nee, bij die munitie die er zo zit, ja, ik vind het prima dat hij draait. Ja. En hij zit hem gewoon zelf aan. Ik heb een primaire reactie door hem aan terug. Maar ja, hele grote stap naar voren. Ik maak gewoon een klein stapje. Hey. Vast. Ik zit, doe me naar beneden. 1, 2. Wat hij doet, hij trekt me. Ik wil hem optillen. Op het moment dat ik hem optil, trap ik die been weg. Juist. Ik ga niet eerst die been erin gooien, want dat lukt me toch niet. Dan zei ik niet dat je het uitdenkt. Maar op het moment dat ik hem duw, krijg ik de ruimte om hem erin te steken. En mijn armen zijn gestrekt. Wat ik nu doe, is mijn tenen strekken. En ik strek mijn buik. Stop. Ik denk dat ik hier moet aftikken. Ja, met je linkerhand. Met je linkerhand. Ja. Dat betekent. Dat is rechts. Ja. Dus wat je eigenlijk doet is dat op het moment dat je bij je weg valt. Het is misschien lastig, maar hij houdt mij vast en ik hou hem vast. In deze techniek. Dus dan geef ik hem eruit op zijn linkerhand eruit te trekken. Dus nog een keer. Niet met je voet, niet stoproepen. Als het niet lukt, dan moet je er echt voor trekken, maar hij trekt die hand terug, tik 2 keer. Van de mijne hand. 1. Ik zet toe naar 1. 1. Ik trek hem weg 1. Ik zet die voet erin. Ik zet hem aan 1. En we gaan allebei terug. We zoeken meteen weer die ruimte die we in de allereerste positie hebben. Dus we gaan niet. Nog een klein stukje terug, nee, hier. Ik ga eerst 2 terug. 1, 2, open. Dan gaat hij
vrij lastig. Want het is een herrie. Ja. Dat is ook dat weer. Je moet smokkelen bij het einde. Ja, en je moet smokkelen. Iemand die klein is. Ja, dat is wat ik bedoel. Je gaat niet klaar. Je gaat in een super T-positie. Om naar de 4 meter. Ben je klein, ga je iets verder van het weer houden. Ben je iets groter. Maar hij mag één startpunt. Niet beginnen te weten. Staat op. Laten we deze twee nog eens. Ja. We pakken vast. 1. Ik sluit hem in. Ik zet eerst die voet erin. Ik zet mijn voet erin en ik zie een heleboel die zetten erin en tegelijkertijd vallen. Het is erin. 1. Nu val ik opzij. Hij wil hem terug. Maar het eerste wat ik doe is dit duwen. Ik ga niet één keer hier naartoe. Nee.